Lens Duivenstein, dat waar jullie het hele seizoen toch voor hebben gestreden, dat is nu nog twee wedstrijden van jullie verwijderd. De Eredivisie, jullie staan in de finale. Hoe gaan jullie nu richting die wedstrijden? Ja, met veel vertrouwen. Inderdaad wat je zegt, hier heb je het hele seizoen naartoe gewerkt. Nu het moment om het af te gaan maken. En wat ik zeg, het vertrouwen is groot. Ja, jij scoorde een strafschop in de serie tegen VVV. Wat dacht je op dat moment dat je met de bal naar voren toe liep? Want ja, daarvoor gingen ze allemaal mis zo'n beetje. Ja, inderdaad. Nou, wat ik dacht, we hadden natuurlijk de eerste twee gemist. En gelukkig VVV ook, de eerste twee. Maar ik dacht eigenlijk van ja, het blijft geen feest. De VVV zal er ook wel een keertje in gaan maken. Dus ja, ik voelde toch wel iets meer druk. Dat ik dacht van ja, ik moet hem nu wel gaan scoren. Niet wetende wat Bakker allemaal ging doen natuurlijk later. Maar ik liep wel met kalmte en met vertrouwen naar die stip. En ik ben blij dat ik hem binnenschoot. Ja, dat is mooi inderdaad. Nu hebben jullie wel al twee verlengingen gespeeld. Gaat dat nog een rol spelen deze week, de vermoeidheid? Nou, ik denk het niet. Ik vind al sowieso eigenlijk het hele seizoen altijd wel een van de fitste tijdens de wedstrijden. En ik denk ook in de play-offs dat we gemerkt hebben dat we qua fitheid gewoon nog goed opstaan. Dus ik denk het niet. Ik denk dat je voor twee finales, de adrenaline die erbij komt kijken, et cetera, dat kan je zelf echt wel voor opladen. En als het nodig is, nog een verlenging spelen. Nou, in die finale wordt het FCM. Twee keer spelen jullie nog tegen hun. De Eredivisie ploeg natuurlijk in de play-offs. Verwacht je nog een ander niveau dan jullie tot nu toe tegen zijn gekomen? Ja, ik denk vooral dat je misschien iets meer volwassenheid kan verwachten. Toch wat meer het Eredivisie voetbal. Maar ik denk dat dat ons ook wel goed kan liggen. Dat wij misschien ook wat tijd krijgen om te voetballen. Om kansen te creëren vanuit de ruimtes. Dus het hoeft niet eens per se iets heel slechts te zijn. We spelen eerst thuis in een uitverkocht stadion. Ja, de meningen zijn er een beetje over verdeeld. Is dat nou een voordeel of een nadeel om eerst thuis te spelen? Vind ik lastig om te zeggen. Je kan natuurlijk zeggen van ja, als je de tweede wedstrijd thuis speelt, dat je het thuis kan afmaken. Maar je kan er ook voor zorgen in de eerste wedstrijd, waar je elkaar nog niet heel goed kent, nog niet eerder tegen elkaar hebt gespeeld, dat je jezelf in een goede uitgangspositie kan neerzetten voor die uitwedstrijd. Dus het heeft voor- en nadelen. Succes!